vetopslag verminderen. Jouw lichaam kan niet zo snel herstellen. In een natuurlijke manier bedoel ik. Het is onmogelijk. Zo, ik kan het beter vasthouden. Hoi lieve mensen, welkom op mijn derde deal. Deze deal gaat over trainen, jouw kilocalorieën gebruik, zo noem ik dat. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit hoe vaak, hoe veel, hoe zwaar ga je trainen. Want trainen moet je zien als jouw kilocalorieën gebruik. Dus maakt niet uit, ben je strong, dus pak je grote gewichten, ben je bodybuilder, dus je doet pompoefeningen. Doe je duursport. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. In totaal is het meer jouw kilocalorieën gebruik. Want wij spreken met jullie over vetverlies vanuit je vetopslag. Dus je moet eigenlijk alles doen. Elke beweging is goed voor jou. Zo moet je het zien. Dus daarom raad ik eigenlijk iedereen aan om te gaan trainen. Het is uiteindelijk veel effectiever dan zonder trainen, zo moet je het zien. Hoe vaak je traint, wat ik net zei, maakt eigenlijk helemaal niet uit. Maar als ben je een beginner, raad ik je aan om ongeveer tussen 2 en 3 keer per week gaan trainen. Dat is eigenlijk meer dan genoeg. Met trainen bedoel ik liever fysiek, dus waar je jouw spiergroepen gaat gebruiken, dus jouw rug, jouw buikspieren als voorbeeld, biceps, triceps. Je kan nog cardio toevoegen. Cardio is ook een soort van training, maar je kan lopen in het bos ook cardio noemen. Als doe je dat 1 uurtje ongeveer in het bos. Dus dat is ook heel goed. Maar het is niet letterlijk trainen. Dus wat ik jullie zelf adviseer om te doen, 2-3 keer naar de sportschool gaan of buiten gaan trainen. Kijk, tijdens coronavirus waren alle sportscholen dicht, maar toch was ik buiten aan het trainen. Gewoon bij de Calisthetic Park, daar kun je optrekken, opdrukken, dus je lichaams eigen oefeningen doen. En mensen die willen trainen, ze waren daar ook altijd. Maakt niet uit, waren ze bodybuilders of waren ze mensen die houden van grote gewichten. Uiteindelijk waren ze allemaal, mensen die ik ken in ieder geval, aan het trainen bij de Calisthetic Park. Waarom? Dat zijn mensen die hebben een doel in het leven en ze komen gewoon altijd. Dus dat is juist heel goed. Als zit je al langer op dieet, dan raad ik je aan om extra te gaan trainen. Dus je moet het zo zien. Als zit je meer dan 1 maand op een dieet, dan is het eigenlijk niet verstandig dat je altijd op hetzelfde kilocalorieënpercentage blijft en op hetzelfde kilocalorieëngebruik. Dat is eigenlijk niet echt verstandig. Ik heb hier mensen. Sorry. Je moet dus met jouw kilocalorieën gebruik en met jouw kilocalorieën percentage die je naar binnen krijgt spelen. Dus hoe langer zit je op een dieet, hoe minder moet je gaan eten, zo moet je het zien. Dus wij spreken over lagere vetpercentage, dat heb ik in mijn tweede video al jullie verteld. Maar jouw kilocalorieën gebruik zal ik, als ik jou was, altijd iets hoger doen. Het is alleen maar beter voor jezelf. En kijk, mensen die niet trainen en mensen die trainen, ze zitten toch anders eruit. Je hebt wel mensen die willen alleen maar op een dieet zitten. Dat kan wel, maar jouw lichaam wordt niet zo mooi, niet zo strak. Want de meeste meisjes en jongens, ze willen toch een mooi lichaam krijgen. Dus jongens willen een lichaam met sixpack, droog. Dat kun je alleen maar door trainen bereiken. Eten is niet het belangrijkste, zou ik maar zeggen, daarvoor. Trainen is daarvoor het belangrijkste. Maar alsnog, zonder goed eten, kun je geen lage vetpercentage bereiken. Dat is onmogelijk. Ja, alleen maar als ga je speciale dingen daarvoor gebruiken. Dus wij spreken over kuren, noem je dat. Dat is wel mogelijk. Maar ja, is dat wat je wilt? Dus dat is de tweede vraag. En ja, vrouwen willen ook een mooie lichaam bereiken, strakke lichaam, mooie kont, als je dat wilt zo noemen. Dat kun je alleen maar door trainen bereiken, alleen maar. En dat is heel erg belangrijk om te begrijpen. Daarom raad ik iedereen aan om te gaan trainen. Naar de sportschool,
Een abonnement bij de sportschool kost niet zo superveel geld. Dat kan elke student kopen. Voor de studenten is het eigenlijk goedkoper. Je hebt ook sportscholen bij de HBO of universiteit waar kun je gratis zelfs trainen. Daar ben ik ook geweest en ik blijf met jullie eerlijk, het meeste studenten komen daar niet eens. Ja, daar komen wel studenten die dat wel doen en het is gelijk zichtbaar van hun lichaam. Dus als jouw doel is mooie lichaam krijgen of vetpercentage verminderen, dan moet je daarvoor werken. Dat is het belangrijkste. Trainen voor jongens en meisjes, er zit eigenlijk niet zo super veel verschil in. Jongens moeten meer bovenlichaam gaan trainen dan benen. Dus benen is eigenlijk meer dan genoeg als je dat één keer per week pakt. Voor de rest moet je bovenkant van je lichaam pakken. Ongeveer 2 of 3 keer per week. Dat raad ik je dus aan. En wat ik je beter adviseer om te doen, als ben je een jongen. In plaats van pompoefeningen voor biceps of triceps kun je liever gaan optrekken als voorbeeld. Of banddrukken, deadlifting, squat. Oefeningen waarmee pak je meerdere spiergroepen. Waarom? Je lichaam moet hormonen aanmaken. Kijk, hier zit als voorbeeld hypofys. Die maakt hele belangrijke hormonen voor ons aan. En ze worden aangemaakt als krijgt jouw lichaam stress. Die kun je bereiken door fysieke oefeningen of fysieke werk als voorbeeld. Dus als pak je zware gewichten, dan wordt jouw groeihormoon aangemaakt. Als voorbeeld nog meerdere hormonen. Maar dat is een hele belangrijke hormoon voor je spiergroei. Dus daarom is het belangrijk dat je in plaats van isolatie, noem je dat, ga je zwaardere oefeningen pakken. Dus waarmee kun je als voorbeeld in een oefening rug en borst pakken, of rug en biceps tegelijk, rug en triceps, dat is het beste. Oefening alleen maar voor biceps en alleen maar voor triceps moet je eigenlijk helemaal niet doen. Vooral als ben je een beginner. Dat moet je echt niet doen. Je bent alleen maar jouw tijd aan het verliezen. Vrouwen, jullie kunnen eigenlijk meer benen pakken. Dus liever 2 of 3 keer per week. Dat is alleen maar beter voor jullie. Want bovenkant willen het meeste meisjes niet laten groeien. En dat is wel logisch. Het ziet ook niet eruit. Dus liever benen zo veel mogelijk. En eigenlijk bij benen gebruik je veel meer kilocalorieën. Dus dat is alleen maar beter. Dus daarom raad ik ook jongens aan om benen te gaan trainen. Kijk, tijdens coronavirus was ik als voorbeeld mijn benen helemaal niet aan het trainen. En dat is eigenlijk heel slecht. Maar ja, het is ook heel erg moeilijk om dat te kunnen doen met je eigen lichaamsgewicht. Als het regent als voorbeeld... Of gebeurt iets anders. Verzin alsjeblieft geen smoesjes. Het is helemaal niet nodig. Je doet het voor jezelf, niet voor iemand anders. Dat is ook heel erg belangrijk. Als heb je een doel. Als het regent, dan pak je gewoon een fiets en ga je naar de sportschool. Je hoeft geen smoesjes te verzinnen. Zo werkt het niet. Je kan het wel doen. Ik ken wel heel veel mensen die dat doen. Maar uiteindelijk bereiken ze helemaal niks. Je moet wel jouw doel blijven volgen. Is hartstikke belangrijk voor jou. Heb ik dat verteld? Elke dag trainen. Ik hoor best vaak van verschillende mensen. Als wil je droog worden, dan moet je elke dag gaan trainen. Het is onzin. Als ben je mijn video's aan het kijken, dan begrijp je al hoe het werkt. Als begrijp je dat nog niet, dan moet je mijn video's opnieuw bekijken. Dat is belangrijk. Dus het ligt alleen maar aan je kilocalorieën gebruik en aan je kilocalorieën verlies. Dus aan kilocalorieën die je naar binnen krijgt vanuit je eten. Dat is het belangrijkste. Elke dag moet je niet trainen. Waarom? Je gaat dan eigenlijk helemaal niet herstellen. Want je krijgt spierafbraak. Je eet ook best weinig en alsnog, als ben je heel veel aan het eten en je traint elke dag, dan jouw lichaam kan niet zo snel herstellen. In een naturele manier bedoel ik. Het is onmogelijk. Wat ik jullie zelf adviseer om te doen, maximaal 4 of 5 keer per week gaan trainen. Maximaal.
Voor de rest kun je gewoon cardio toevoegen, heel goed slapen. Slapen is ook heel erg belangrijk voor ons. We moeten minimaal 9 uur per dag slapen. Dat is eigenlijk het beste. Mag zelfs meer, het is persoonlijk verschillend. Sommige mensen herstellen beter als ze 10 uur per dag slapen. Het ligt ook aan hoe zwaar heb je spierpijn. Dat is ook belangrijk. Herstel duurt normaal gesproken best snel. Kijk, als ben je een beginner en je hebt overal spierpijn, het is normaal, het is meer kwestie van tijd. Jouw lichaam is aan het adapteren. Je bent een beginner. Dus begin niet gelijk met hele zware oefeningen, met squatten van 150 kilo als je dat nog niet eens kan. Het is helemaal niet nodig. Je maakt het alleen maar erger, om even eerlijk met jou te zijn. Je krijgt alleen maar extra problemen van. Uiteindelijk moet je ook over jouw gezondheid denken. Want als krijg je problemen met je botten als voorbeeld, is helemaal niet nodig voor jezelf. Dan kun je eigenlijk niet meer zo lang goed gaan trainen. Het is beter als je dat op lange termijn goed met kwaliteit doet en uiteindelijk krijg je zeker jouw resultaat. Het resultaat die wil je bereiken. Zelfs als wil je wel wedstrijden doen, dus professionele wedstrijden met bodybuilding, is het ook meer kwestie van tijd. Je kan wel binnen 1 jaar heel zwaar aankomen, droge lichaam krijgen, maar al die mensen, ik heb het best vaak gezien, het is meer 3 maanden super droog met hele goede kwaliteit zijn en daarna gaat alles weer weg. Waarom? Ze hebben helemaal geen verstand in, ze weten niet hoe dat werkt en dan komen ze weer op hetzelfde punt waren ze begonnen. Dus het is gewoon onzin. Doe dat gewoon slim. Ook als ben je aan het gebruiken, doe dat gewoon slim alsjeblieft. Want jouw gezondheid is uiteindelijk het belangrijkste. Voor jezelf in ieder geval. Als wil je wel je leven tot het eind bereiken. Laat maar zeggen. Jullie begrijpen wat ik bedoel. Ja, kilocalorieën gebruik. Je kan het verhogen door heel veel manieren. Kijk, trainen in de sportschool is wel leuk. Dus je kan wel als voorbeeld cardio doen in de sportschool. Half uurtje fietsen. Of je kan als voorbeeld half uurtje in het bos gaan lopen. Of zelfs zwemmen. Fietsen als het mooie weer is. Doe dat liever. Je moet het wel leuk voor jezelf maken. Want als doe je dat... hoe kan ik het beter zeggen? Als doe je iets wat je helemaal niet leuk vindt, dan gaat het jou eigenlijk niet lukken, zeg ik jullie eerlijk. Voor sommige mensen wel, als heb je een doel en je blijft het wel volhouden, dan gaat het jou zeker lukken, dat wel. Je hebt wel zulke mensen die dat makkelijk kunnen. Alleen maar voor het meeste mensen is het belangrijk dat het blijft leuk. Dus maak het niet erg voor jou. Je hoeft niet alleen maar bij de sportschool cardio gaan doen als voorbeeld. Maak gewoon extra bewegingen op het werk. Als voorbeeld heb je fysieke werk. Het is uiteindelijk alleen maar beter voor je kilocalorieën gebruik. Dus mensen die hebben fysieke werk, ze moeten eigenlijk minder cardio doen. Dus voor jullie is het beter. Als heb je zittend werk. En ik denk dat het is eigenlijk meer mijn doelgroep. Dus mensen die hebben overgewicht. Jouw probleem is dat je ziet veel te veel. Dus je beweegt te weinig. Je traint misschien helemaal niet. Je eet nog zelf slecht. Dus je moet gewoon extra bewegen. Begin met bewegen, lopen, cardio. Pak als voorbeeld in plaats van lift een trap. In plaats van naar de supermarkt met een auto ga je lopend 10 minuutjes. Is eigenlijk niet erg. Is dat erg? Vraag aan jezelf. Nee. Je kan 10 minuutjes naartoe lopen, 10 minuutjes terug. Dat doe ik zelf in de ochtend als voorbeeld. Als wil ik gaan boodschappen. Ik heb wel fiets, ik heb wel auto, maar ik ga toch lopend. Waarom? Ik kan eigenlijk beter kwartiertje lopen naar de supermarkt, kwartiertje lopen terug. In plaats van met de auto, het is helemaal onzin. Of met een fiets, dat is eigenlijk ook helemaal geen kilocalorieën gebruik, want dat doe je binnen 3 minuten. 3 minuten is veel te weinig. En je
pak nog jouw boodschappentas, dus het is weer extra gewicht, is alleen maar beter voor jou. En uiteindelijk bespaar je ook extra geld, want benzine kost ook wat voor jou. Dus dat is alleen maar beter, voordeliger, gezond uiteindelijk voor jezelf. Kijk, je ziet alleen maar voordelen, geen nadelen. Ik heb nog geen één nadeel gevonden. Ja, het is wel zwaarder, maar ja, is dat een nadeel? Ik denk het niet. Dus ja, kilocalorieën gebruik kun je gewoon uit je eigen leven makkelijk kunnen halen. Kamer schoonmaken, wat kun je nog doen? Ja, liefde heb ik al verteld, boodschappen naar de supermarkt gaan, met je vrienden gaan ook ergens lopen naar de park, zelfs dansen, dat is ook kilocalorieën gebruik. Dus dat is het belangrijkste. Je moet gewoon extra kilocalorieën gebruik hebben, dat moet je begrijpen. Dus eten was eerste plaats, tweede plaats is jouw kilocalorieën gebruik. Als je dat hebt, dan is dat eigenlijk meer dan genoeg om te kunnen afvallen. Als je alleen maar dat begrijpt en als ga je dat in het leven importeren, dan bereik je eigenlijk het resultaat die je wilt bereiken. Wij spreken dus over vetopslag verminderen. Want daarvoor maak ik al deze video's. Ik denk dat ik heb jullie meer dan genoeg verteld in deze video. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. En ik wens jullie nog een hele fijne dag verder.